Ça paraît que c'est bon. Een hele goede middag, beste voetballiefhebber. Welkom op de kanalen van Anderlecht voor de start van het seizoen 2021-2022. RSCA neemt het op tegen Sint-Truiden, een andere eerste klasser. Dat is een mooie test voor de jongens van Vincent Kompany. En ook wat nieuwe namen die u wellicht zal zien in die opstelling van Vincent Kompany zometeen. Want hiernaast zit ook naast mij Mathieu Istas. Goedemiddag Mathieu. Salut Olivier, très très heureux de passer ce moment en votre compagnie. C'est vrai que la saison du Sporting d'Anderlecht débute véritablement aujourd'hui. Nous sommes le 25 juin et c'est parti donc pour ce match face à Saint-Trond d'ici quelques instants. Nerped s'apprête à accueillir l'un des 4 matchs de préparation ouais. du Sporting d'Anderlecht. On va d'ailleurs découvrir avec vous, Olivier, le programme du Sporting dans les prochaines semaines. Klopt, inderdaad. Ze spelen hierna tegen Oostende en dan gaan ze op Nederlandse stage en zal er onder andere een duel tegen AZ Alkmaar. En dan keren ze terug naar Brussel voor een heel mooie wedstrijd tegen Ajax. La première compo de Vincent Kompany avec Verbrugge dans les buts. De base, Oud qui sera a priori capitaine. Hein, d'ailleurs, c'est l'un des nouveaux transferts du Sporting. La première de Refailov aussi, c'est intéressant. Et puis la jeunesse avec mes atouts à gauche, Ferrara à droite. Et pas mal de jeunes joueurs aussi qu'on devrait voir en deuxième période. Le retour de Vlap aussi, le numéro 10 Anderlechtois. Et puis Marco Cana qui débute. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne l'avait plus vu dans le 11 de base de Vincent Kompany. Daouda devant Amouzou Achimeru aussi, hein, qui a donc prolongé de 4 ans son contrat au Sporting d'Anderlecht. Petite parenthèse sur la qualité des terrains, Olivier, c'est franchement des billards, hein. C'est très très beau. Absoluut, een heel mooi veld hier voor de spelers van de middag en voor de training en voor oefenwedstrijden die algemeen in Neerpede zullen plaatsvinden. De heren van Sint-Truiden zullen ook heel tevreden zijn met hoe het matje erbij ligt. In doel bij Sint-Truiden, Kenny Steppen, onder andere Lavallée en Boatou, die kent u wellicht van in de eerste klasse, Kofrier, Kakache. En dat is eigenlijk een beetje het ding, hè. Dit is een type elftal waar wellicht in de eerste klasse in de echte wedstrijden ook mee zal gespeeld worden. Durkin, Konaté, Van Dessel en Bruls zijn de middenvelders namelijk. En Filipov en Mboyo, toch wel de heren die ook hebben gespeeld naast Suzuki natuurlijk bij Sint-Truiden vorig seizoen en wellicht ook komend seizoen voor Bernd Hollerbach dus. Avec aussi un nouveau coach hein, du côté de Saint-Trond, le départ de Peter Maas pour le Beerschot et le retour en Belgique de Bernd Hollerbach qu'on avait bien connu du côté du stade du Canonnier à Moucron 2 ans plus tard. Le voici de retour, le coach allemand. On avait cru pendant tout un temps que Bernd Storck allait signer à Saint-Trond. C'est finalement un autre coach allemand, Bernd Hollerbach, qui est désormais le coach des Trudonnaires, les Trudonnaires qui petit à petit arrivent sur la pelouse. Normalement, coup d'envoi à midi, mais on prend un peu de retard. La saison est encore longue en même temps, Olivier, ja. On prend son temps. We hebben nog tijd, inderdaad. We hebben ook nog even tijd. We hebben nog genoeg te zeggen ook over de ploeg. Over zowel Anderlecht, maar ook over Sint-Truiden. Die zullen spelen straks. Daar onder andere ja, Wesley Hood, aanvoerder. Dat is meteen een mooie titel die hij in de eerste wedstrijd krijgt. Ook een duidelijk signaal van Vincent Kompany. Ah, c'est clair que c'est un leader. Hein. C'est pas n'importe qui là, qui débarque au Sporting d'Anderlecht, bien sûr. Hood, on l'a connu à l'Antwerp. L'année dernière, à la Lazio, 949 minutes au total pour Wesley Hood. L'expérience aussi à l'international, hein, passé par Southampton, par le Celta Vigo aussi. Ben, tout a débuté à l'AZ Alkmaar. Ça sera sympa pour lui de jouer donc le 10 juillet prochain en amical face à l'équipe où tout a commencé pour lui. Un fameux gabarit, hein, on le rappelle aussi, 1m88, 80 kilos. C'est un beau bébé, le néerlandais. Absoluut, absoluut. Een heel mooie transfer die Anderlecht heeft kunnen maken. Ook Leo Refailov dus zal in de basis staan van zodra de wedstrijd begint straks.
en paars-wit. Ja, die hebben dan toch wel ook de kaart van de jeugd getrokken. Ook in deze wedstrijd natuurlijk, in deze opstelling. Want naast Rafailov Hoed zien we dan toch vooral veel jonge mensen. Deze man kent u ook. Dat is Mark Koeken. En achter hem de voorzitter, Wouter van den Houten. Toch even de spelers begroeten. Ook voor hun een nieuw seizoen. Nieuwe kansen. Nieuwe manieren om Anderlecht tot een nog grotere club uit te proberen bouwen. Anderlecht qui retrouvera aussi la scène européenne, hein, alors que pendant trois ans, ça n'avait plus été le cas. Le Sporting d'Anderlecht qui va découvrir la Conference League. Ça sera pour le mois d'août prochain, avec deux tours aussi pour le Sporting. On verra ce que ça donnera à ce niveau-là. Les Anderlechtois arrivent, les voici. Les voilà, alors que les Trudeauners sont déjà prêts, notamment le capitaine hein, de Saint-Tron, Pelé Mboyo. Pour qui tout a commencé ici à Nerpen, hein, on s'en souvient, et Pelé Mboyo, ben, les années sont là, il est toujours bon pied, bon oeil. Bon, les Anderlechtois avec Amouzou et le nouveau maillot. Franchement, on l'a vu là il y a quelques instants dans le clip, très sobre ce maillot pour cette version 2021-2022. D'ailleurs, et notamment les jeunes joueurs d'Anderlecht qui ont participé à la création du clip. Zeker en vast. En toch een gouden randje. Dat goud is misschien een belofte naar wat zou kunnen komen. En hier inderdaad nog even hoog overleggen. Leon Rafailov en Vincent Kompany, de heren die toch nog even de tactiek bespreken. Rafailov heeft al een paar dagen, een paar weken kunnen overleggen met Kompany hoe het seizoen er moet uitzien. Zal toch een van de belangrijkere pionnen worden in het seizoen dat komt. L'or pour le soulier d'or, évidemment. Lior Rafailov, ça discute pas mal. On va pouvoir y aller d'ici quelques instants. Mais donc le capitaine Anderlechtois aujourd'hui, Wesley Hood, vous le voyez là avec le numéro 4. Et d'ici quelques instants, donc cette saison 2021-2022 qui sera lancé avec pas mal de curiosité. Hein. On est toujours impatient de voir non seulement les nouveaux joueurs, de voir aussi si les jeunes ont progressé. Notons aussi pas mal d'absences encore à l'actuel hein, dans le noyau Anderlechtois. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas présents. Je vais me permettre de les citer rapidement. Olivier, il y a Murillo, il y a Wissens, il y a Aïl Eladj, Verskarn, qui ne sont pas là. On n'oublie pas Albert Sabilokanga, qui lui était présent avec l'équipe nationale pendant de nombreux jours. Cullen Van Krombrugge, qui va mieux et qui reviendra a priori la semaine prochaine. Adrien Trebel n'est pas là. Delcroix, Cobout et Mikhalichenko. Il y a moyen de faire une belle équipe aussi avec ça. Dat zou een heel mooie ploeg kunnen zijn die je daarmee kan opstellen, inderdaad. Ik denk dan aan Lokonga, Aitalec. Dat is een heel mooi middenveld samen met Cullen. Dat zou zomaar eens het middenveld kunnen zijn dat zal spelen dit seizoen. Maar er is ook wel sprake van een paar mensen of spelers die toch nog Anderlecht kunnen verlaten komende zomer om het financiële probleem ook toch een beetje op te lossen op die manier. Trouwens, Wesley Hood heeft twee landgenoten in de kern of in het startende basiselftal vandaag met Michel Vlap en Bart Verbrugge. Bart Verbrugge die bij of toch tegen Club Brugge zijn debuut maakte, heel verrassend toen in de play-offs voor Anderlecht. En Michel Vlap, ja, die is terug van Bielefeld. Daar heeft hij niet heel vaak gespeeld. Hij heeft ook één doelpunt gemaakt tegen Bayern München en ook één assist gegeven. Maar sindsdien was het toch iets minder. En wellicht zal hij toch proberen om zijn kansen bij Anderlecht opnieuw te pakken. On vient de voir Marco Cana à l'image. Marco Cana, pardon, qui a évolué physiquement. Hein. C'est plus le même joueur qu'il y a six mois. Assez impressionnant. Absolute. Comment Cana a évolué. Regardez, ne fût-ce qu'au niveau des épaules, c'est franchement très marquant et on sera attentif à son comportement tout au long de la rencontre. Allez, on est parti pour ce match, Olivier, avec d'entrée de jeu cette équipe de Saint-Tron qui tente sa chance côté droit. Ja, inderdaad, met Kovrier hier op de flank. Even terug naar Bouatou. En Dimitri Lavallée, ex-standaard. Die sinds een half jaar bij Sint-Truiden speelt en ook zijn contract heeft verlengd. Meteen een kopduel voor Wesley Hood. Probeert Messatou te bereiken. En dat is gelukt. Chimeru. Dat is balverlies van hem. Een boyo buitenspel volgens de assistent van Wesley de Kramer. En dat was ook wel waar. Il était bien mis, il était juste face au joueur. On lui fait confiance. Absoluut. We hebben geen VAR nodig in deze wedstrijd. We vertrouwen op de heren met de vlag. Maar inderdaad, Marco Cana is duidelijk een gespierdere jongen geworden in het tussenseizoen. Heeft echt wel de gym gebruikt, de gewichten gebruikt om er iets van te maken.
om wellicht iets gespierder en iets meer fysiek te creëren, zal wellicht ook weten dat zijn kans dit seizoen nog meer zal komen dan vorig seizoen. Met Kenny Steppe en Bouatou. Rafailov is de man die gaat jagen, maar niet voluit. Dat is ook niet helemaal nodig. Goeie bal op Kakache. Van Dessel probeert daar iemand te bereiken, maar niet echt gelukt. En Bart Verbrugge. Centraal bij Hashimiro. Die heeft de ruimte. Amuzu biedt zich aan. Daar gaat het ook naartoe. Hashimiro, dont on se souvient de ses premiers buts. Hein. C'était face à Liège en Coupe de Belgique. Joueur intéressant. Bien sûr, profil qui pourrait faire énormément de bien au Sporting tout au long de la saison. Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Cette balle dans la profondeur en direction de Rafailov. Voici maintenant Amuzu pour s'appuyer sur l'ancien joueur d'Anvers. Mesatou, qu'on vient de voir là en possession du ballon. Nayel Mesatou, qui est donc un belgo-chilien, Olivier. Et inderdaad. Qui joue donc côté gauche. Hein. Inderdaad, Mesatou kan zowel voor Chili als voor België kiezen. Heeft bij de U17 van Chili gespeeld en bij de U18 van België. Heeft van beide kanten geproefd, zeg maar. Maar het laatst toch bij België. Dus er is een lichte twijfel dat daar toch voor de Rode Duivels op termijn, of misschien de belofte van de Rode Duivels, zal worden gekozen. Hij speelt bij Anderlecht, dus er is een grote kans dat hem een grote toekomst is voorspeld. Nayel Mesatou, Olivier, c'est en 2002. Hein, donc c'est la génération des Canades, Itelage, arrière latéral depuis l'an dernier, figurez-vous. Parce qu'à la base, c'était un milieu de terrain box-to-box. Il a été donc déplacé là sur l'échiquier, dans l'échiquier anderlechtois. Et bah, visiblement, il y a du potentiel donc pour ce numéro 68, Nayel Mesatou. Zeker en vast. Wesley Hoed met de bal. Heeft niet meteen aanspeelpunten, maar Chimero zakte een beetje uit. Terwijl Marco Canna zeer laag tussen de Bast en Wesley Hoed plaatsneemt. En dus echt wel het systeem van de zes die laag inzakt. En Mesatou en Ferrara in dit geval. Dus de wingbacks iets hoger staan. En andere manieren vinden om zich te betrekken. Bijna balverlies van Hashimiro, maar zet het zelf recht. Hier is Kana. Nou, voilà donc le petit Ferrara. Donc, ja, inderdaad. Luca Ferrara. Mooie naam. Gabarit, lui. Lui aussi en 2002. Ja, inderdaad. En nog maar eens een zeer jonge speler voor Anderlecht. Die zijn kansen zal krijgen in dit voorbereidende seizoen. En wie weet dan ook nog in de Pro League en in de Conference League. Want ook daar inderdaad, zoals Mathieu het daarnet al vertelde, is Anderlecht actief komend seizoen. Zeer goede bal van Wesley Hoed. Gaan we even volgen. Mesatou knijpt naar binnen. Aangeraakt door Kovrier. Bal mag verder. En het is Amuzu die een kans creëert voor zichzelf. Gaat helemaal nog breed afleggen voor Marco Canna. Dat doet hij niet. Hashimiro dan toch maar eens schieten op de rug. En weggewerkt. Hier zat veel in. Een heel goede actie van Mesatou. De fout van Kovrier, maar Wesley de Kremer gaf terecht balvoordeel. Très belle séquence anderlechtoise. Avec la passe au préalable aussi de Hoed. Hein. C'est pas la première fois qu'on le voit jouer comme ça. C'était déjà le cas à Anvers. C'est quelqu'un qui a la relance, évidemment du football dans les pieds. Et puis là aussi, un Kovrier. En temps normal, je suis pas sûr qu'il aurait osé tenter cette faute-là parce qu'il aurait probablement pris un carton jaune. Wel, in een oefenwedstrijd is dat wellicht nog niet aan de orde, maar achteraf gezien en misschien op een hoger niveau in de zin dat er wat meer op het spel staat, zou dat zomaar een gele kaart kunnen geweest zijn. Goeie tackle van Wesley Hoed op Petit Pelé Mboyo. Ferrara, dat ging maar net goed, ook de fout, dat zit al wel een beetje mee. Alors, on va pas tirer de conclusions trop hâtives, hein. Bien sûr, Olivier, on va prendre le temps tout au long de la préparation, mais Hoed, très clairement, ça sera le leader là derrière pour remplacer Miazga. Et rapidement, on comprend qu'il sera le patron. C'est l'idéal aussi pour un Zeno de Basse, hein, d'avoir un gars comme Hoed à ses côtés. Zeker en vast. En ook als alles weer goed komt met Hannes Delcroix, een man om naast je te hebben. Qua intrinsieke kwaliteit kunnen we Hoed ook inschatten als een iets betere speler, met alle voorzichtigheid gezegd natuurlijk, dan met Miazga. In de zin dat daar iets meer voetballende kwaliteiten in de Nederlander zitten. Mesatou. En Hashimiro, nu definitief van Anderlecht, vorig seizoen dus gehuurd.
En Rafailov ook, hij definitief. Al heel vroeg bekendgemaakt. Foutje hier, maar buiten het zicht van de scheidsrechter op Amouzou. Il y a une petite collision là entre Amouzou et Coffry. Est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu là? Je pense que c'était limite d'Amouzou, l'arbitre les jouets et Saint-Tron peut repartir les Canaries avec notamment là derrière expérimenté Coffrier qui est passé aussi par les jeunes ici à Nerpet, passé par le Standard de Liège aussi. Et Coffrier, ça fait maintenant de nombreuses saisons qu'on connaît hein, dans notre championnat. Il a été aussi international espoir à l'époque sous Johan Wallem. Johan Wallem qui va débuter la saison avec les dames. Cette année des dames d'Anderlecht. Absoluut. Een mooie transfert ook bij de dames. Ook hier volgen wat Rafailov kan. Maar inderdaad, Johan Wallem vanaf dit seizoen dus coach van de dames bij Anderlecht. Een zeer duidelijke visie die daar nu ook wordt tentoongespreid bij de dames. Want het is toch duidelijk dat daar ook een niveautje hoger misschien op het tactische vlak moet gebeuren. En die stap moet gezet worden, onder andere door de komst van Johan Wallem. Even kijken wat er hier bij Sint-Truiden komt. De bal eruit gehaald door Wesley Hoed. Qui est là, encore une fois, c'est Hoed. Goed uitgestapt, goed gelezen wat daar ging gebeuren. Bal achteruit en zetten ze zijn stappen perfect. Bernd Hollerbach, de man dus in uw beeld, de nieuwe coach van Sint-Truiden. Bekijkt het even aan hoe de eerste 8 minuten bijna volbracht zijn. Je suis curieux de voir si l'anglais de Bert Hollerbach est meilleur parce que les autres saisons, on avait droit à chaque fois à des discours en allemand. Ça n'a pas toujours été évident d'ailleurs de communiquer avec les joueurs. C'est une belle séquence Anderlechtoise. Il y avait du Rafailov dans un premier temps. Et puis, il y a ce Nahiel Mesatou qu'on découvre, Olivier, qui Absolute. Est plutôt pas mal. Hein, qui va souvent vers l'avant et qui fait mal d'ailleurs à Coffrier. Coffrier obligé d'intervenir. C'est un premier coup de coin dans cette rencontre. Ah, Coffrier heeft er meteen last mee met die Nahiel Mesatou. Heeft ook duidelijk de tactiek begrepen van heel offensieve rechtsachter te moeten zijn in het systeem van Anderlecht. De hoekschop met Lior Rafailov. En Francis Amouzou denkt, hij heeft niet veel aanloop. Rafailov, dat is zijn probleem daar een beetje. Kan er wel mee lachen. De bal naar de tweede paal gebracht. Duwtje gegeven. Foutje van Wesley Hoed blijkbaar, volgens Wesley de Kramer. Ah, il y avait un beau duel là entre Pelé Mboyo et Wesley Hoed, cette défense de Saint-Tron qui avait choisi de défendre en zone. Et Hoed oui, est clairement fautif pour le coup avec le long dégagement de step et récupération encore du petit Mesatou qui ne commet pas de faute. Ballon pour Anderlecht. Het gebeurde hier voor onze ogen en wij kunnen ook bevestigen. Dit was inderdaad geen fout van Nahiel Mesatou. Het was nipt. Maar zuiver gedaan, had ook goed die bal ingeschat. Wist dat Filipov moeilijk het leer zou kunnen raken in zijn afsprong. En dus besloot de Belgische Chileen, of de Chileense Belg, om niet te springen. Vraagt nu de bal bij Kana, maar het gaat naar Ferrara. Goed gedaan van Dauda. Afhaken, geen goede pas nu. En hier is Alexander Filipov. Hij heeft niemand achter zich. Het moet naar Coffrier of hij moet het alleen doen. Amouzou in steun van Mesatou. Hier is Bruels. Christian Bruels. Een man van vele oorlogen. Onder andere bij Westerlo. Standaard ook. Ah, Gent. En nu dus Sint-Truiden sinds vorig jaar. Il a beaucoup d'expérience aussi, hein, à Saint-Tron, avec pas mal de trentenaires, vous l'avez dit, Bruls, bien sûr, Pelé et Mboyo, et derrière aussi Jonathan Boitou, hein, qu'on connaît depuis un paquet d'années maintenant. Jonathan Boitou qui a commencé très très jeune sa carrière au Standard, avec Vlap dans l'axe pour écarter vers la droite, vers le jeune Ferrara. Marco Cana, superbe petit ballon en direction d'Amouzou. J'allais vous dire, Olivier, souvenez-vous, Marco Cana, un but en Division 1. C'était il y a bientôt 2 ans, c'était face à Saint-Tron. C'est très bien, d'accord. But de la tête, c'était un grand moment hein, pour le jeune Marco qui a, depuis lors, eh bien, encore évolué, qui
à terminer ses études aussi. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour tous ces jeunes de combiner les études, exactement, les études et le foot. Et on sait qu'ici à Nerped, les dirigeants au niveau de la jeunesse en Anderlechtoise, on pense à Jean Kindermans, accorde beaucoup d'importance aussi à tout cela. Ça a été le cas aussi par le passé pour un garçon comme Albert Samy Lokonga, pouvoir terminer les études et percer dans le foot. C'est tout un art. Zelfs toen Vincent Kompany hier nog jeugdspeler was, was school ook Romelu Lukaku zeer belangrijk. Het schoolgegeven diploma halen, want een voetbalcarrière die duurt niet tot je 66ste. Dat is ook zeer belangrijk. Het hoofd gebruiken. Een filosofie die onder andere ook bij de jeugdopleiding bij Barcelona bijvoorbeeld zeer belangrijk is. En wat toch wel goed is om te zien dat school zijn plek kent in een jeugdopleiding bij een voetbalploeg. Bon début de match, hein, c'est sympa, avec du rythme, de la volonté de bien faire, côté Anderlecht, côté Trudonner aussi. On voit que les joueurs ont faim de football après leurs vacances et c'est tant mieux. Pas mal ce qui est fait là par le petit Ferrara Marco Cana pour nettoyer ce ballon et donner à Chimero, à Mouzou pour rendre à Cana qui prend de la place là au cœur du jeu. Ja, wisselwerking met Leo Refailov die nu op de linkerkant aangesloten staat. Verlies wel van Marco Cana en dus opnieuw de Limburgers. En dit is goed uitgestapt van Ferrara. En nu is een mannetje vinden bij de centrale middenvelder Marco Cana. Chimero. Goed gespeeld, moet snel gaan nu. Stevig van Gauffrier. Bal opzij naar Leo Refailov. Gaat hij schieten met links, dat was moeilijk. Gauffrier kwam er stevig in. En Refailov met de herneming. Geen slechte eerste kans voor Anderlecht. Il est clairement en difficulté, hein, Gauffrier, depuis le début de ce match. C'est déjà la troisième faute, au moins, de l'ennuyer. Et puis ici, cette frappe de Refailov un peu croquée. Mais franchement, Gauffrier doit se méfier parce que je pense que la prochaine fois, il prendra un carton. Zo kennen we hem een beetje natuurlijk. Gauffrier, dat is een stevige verdediger. En hier een goede kans voor Dauda. Legden we het opzij en hier is Flap. Dit moet erin zijn. Is het dan Amouzou? Jawel hoor, de 1-0 voor Anderlecht. Francis Amouzou op assist van Michel Flap. Door het balverlies bij Sint-Truiden kwamen ze heel snel in de box met heel veel personen. En dan is het uiteindelijk Francis Amouzou, de man met het nummer 40, die het eerste doelpunt maakt van Anderlecht in dit seizoen. Ah, on retiendra évidemment ce premier but avec l'implication de Daouda, cette défense de Saint-Tron qui ne parvient pas à se dégager correctement. Et puis voilà pour l'assist, la finition de Francis Amouzou. On lui a souvent reproché par le passé de ne pas être lucide devant le but. Ben, pour le coup, il a été 1-0 juste avant la fin de ce premier quart d'heure. Et voilà un assist pour Vlap. Vlap qui probablement voudra tenter de retrouver la confiance parce que c'est vrai qu'ils sont prêts en Allemagne. Vous avez cité les chiffres tout à l'heure, mais c'est pas forcément une réussite non plus hein, pour Vlap. On s'était un peu emballé à son sujet, non seulement au Sporting d'Anderlecht, et puis lorsqu'il avait marqué face au Bayern Munich, il est considérablement rentré dans le rang un peu plus tard. Komt-il inderdaad met iets minder, of toch met het minder dan gehoopte zelfvertrouwen terug naar Neerpede? Is ook al lang aan het meetrainen terug, sinds de trainingen zijn begonnen vorige week op Anderlecht. En ondertussen ja, krijgt hij wel zijn kansen, wil Kompany hem niet afschrijven. Wil hij echt wel de Nederlander vertrouwen teruggeven. Want wie weet heeft Anderlecht hem inderdaad wel nog nodig. Het zit erin hoor, dat is het niet. We geloven nog steeds in de voetballer Michel Flap. Maar als we natuurlijk ons op de statistieken beroepen, dan zijn die toch in zijn nadeel aan het spreken. Cana. Très présent. Ja, inderdaad. Zoekt opnieuw en ook deze man heel aanwezig, Leo Refailov. Mestatou gaat er overheen. Hij krijgt ook de bal, Mestatou. Bouatou, sterk gedaan hoor. Die kapt die helemaal uit. Mestatou dan het vervolg. Nou, minder. Foutje van Dauda. Niet gefloten, balvoordeel voor Sint-Truiden. Ook de tackle van Ferrara. Ja, op de man blijkbaar. Leek mij niet. Maar dan eerder voor de fase daarvoor zal er dan wel gefloten worden. Ouais, l'envie de bien faire, hein, forcément, chez ces jeunes joueurs. L'occasion de se montrer pour Pierre Ferrara.
Maj, avance, avance, Maj. Bien joué, Majid. Puis il a Vincent Kompany juste à ses côtés. Donc la pression est double pour le jeune Ferreira. On retrouve d'ailleurs balle au pied là sur la droite, ça peut s'appuyer sur Daouda et ce ballon est pour centre, Olivier. Ja, inderdaad. Dat is zeer tegen de zin van Daouda. Mohamed Daouda. Maar helaas. Ja, hij is nu voorlopig de spits in deze wedstrijd. En dat is ook een beetje het verhaal. Hè. Wie gaat Lucas Mecha vervangen? 21 doelpunten vorig seizoen. De man gewoon. Uiteindelijk, als je dan de volgende in rij bekijkt, in aantal topschutters, aantal doelpunten voor Anderlecht, dan was dat Jari Verscharen met 6 stuks. Dus dat is wel veelzeggend dat het heel vaak van Lucas Mecha moest komen. En zijn aanwezigheid vorig seizoen, die moet opgevangen worden. En opnieuw, Coffrier. Coffrier, c'est toch even waarschuwen. Compilation de faute hein, pour Coffrier depuis le début du match. Komt daar een half jaar te laat, ongeveer. Dit is speciaal van Wesley Hood. Je sais pas trop ce qu'il a pu faire pour le coup. N'oublions pas, Olivier, il est bon de rappeler aussi que durant l'intersaison, le Sporting d'Anderlecht a enregistré un autre départ, puisque Landry Di Matta est champion de la Division 2 en Espagne avec l'Espagnol de Barcelone. Et donc, avec son contrat est tombé. Et désormais, Landry Di Matta jouera en Ligue 1. Je souhaite bon vent aussi à Landry Di Matta. Daar in Barcelona. Bij Spanjol. Een mooie plek om inderdaad in La Liga te spelen komend seizoen. Maar inderdaad, ook hij dus niet meer teruggekeerd naar Neerpeden. En dus op zoek aan de heren Verbeke en Co. Om te zoeken naar iemand om in de punt te spelen voor dit RSC Anderlecht van het seizoen 2021-2022. Ja. Als we de kranten mogen geloven. En de suite, Mercato Anderlecht sera lié à un départ d'Albert Sabi Lokonga, qui est en vacances encore pour quelques jours. Il devrait retrouver à la fin du mois de juin. Je pense que c'est le 29 qu'il a rendez-vous ici à Neerpede. Goeie bal opnieuw van Zeno De Bast. Hij heeft ook wel een heel goede paas in de voet hoor, De Bast. Mindere bal nu van Refailov en dus de mogelijkheid met een Boyo afgespeeld. Ah, Messa toe. Zeer goed teruggekeerd. Terug naar die man gelopen. Heeft een duidelijke motor. Weet ook misschien dat hij maar 45 minuten alles zal geven. En het is een zeer actieve eerste helft van zijn kant. Opnieuw aan de bal. Spelen op Ashimeru. Refailov loopt. Die bal komt ook bij de Israëliër. En hier is Amuzu. Tegen Bouatou. Zat er kort op. Je ne sais pas si ce sont ses origines sud-américaines, mais à tout, il fait un peu penser à Andy Najjar. Ja, klopt, klopt, helemaal. En als ik me niet vergis, Najjar rechtsachter, dit is een linksachter, maar voor de rest inderdaad een zeer goede vergelijking. Duidelijk ook een offensieve ingesteldheid bij Nael Messaoud. Laat ons hopen dat hij het even goed doet dan, of, als Andy Najjar bij Anderlecht. Een van de hoogtepunten van de voorbije 10 jaar toch bij Anderlecht, de Hondurees. Refailov. Kan hij misschien nog volgend seizoen een van de hoogtepunten van dat seizoen worden voor RSCA. Nu werpen Shimeru heel vaak beschikbaar samen met Kana. In een iets centralere en verdedigendere positie. Rashid, of Mashid Ashimeru, sorry. Lavalle. Liever inworp dan een doek, dan een komisch doek staan. Dimitri Lavalle. Ook kort hier nu. Moet even achteruit bij Anderlecht. De Bast naar Hoed. Messatou maakt zich al klaar. Zal het ook naartoe gaan? Nee. Het gaat mooi binnendoor via Ashimeru naar Amuzu. Dat was te getelefoneerd. Dat had Lavalle goed ingezien. Daouda stak zich iets te ver weg achter de centrale verdediger. En dus terug het balbezit voor de Limburgers. Ouais, ça part de l'arrière.
Saint-Trond, avec une difficulté tout de même d'avancer dans le jeu. Alors on tente ce jeu long, ballon récupéré par Oud Amouzou. Oula, toujours un peu risqué ça, et Barbe Verbrugge a préféré plutôt ne pas prendre de risque et catapulte ce ballon en dehors des limites. Ah, la jeunesse est là, hein. Il a dit, on a aussi entreaperçu Stéphane Stassin, l'entraîneur des jeunes ici à Anderlechtois, qui est venu voir ici son fils qui est sur le banc. Il y a plein de jeunes sur le banc, on aura l'occasion d'en reparler en deuxième période, parce qu'a priori on aura un 11 totalement différent en seconde période. Je dis bien a priori parce que tout reste possible. In principe, zonder ongelukken gaan er inderdaad 11 andere spelers in de tweede helft in de basis staan bij Anderlecht. En inderdaad, de zoon van de heer Stassin, zijn zoon dus Lucas Stassin. De man die, niet vergis, vorige week zijn eerste proef van zijn profcontract tekende. Exactement, hij vient d'avoir 16 ans, hein, Lucas Stassin, un numéro 9. Perfrère, hein. Ça fait un bon bout de temps que c'est plus arrivé, hein, parce qu'on parle souvent des milieux de terrain. Il y a beaucoup de profils assez similaires qui sont sortis, mais un numéro 9, ça fait un bon bout de temps. Avec une excellente intervention là d'Amouzou, est-ce qu'il va aller planter le deuxième? Non, c'est sauvé par Step, mais on était tout proche. Dan deuxième but pour le Sporting Anderlechtois. En dan hadden we het daarnet over de luciditeit, de afwerkingsvermogen van Francis Amouzou. En deze legt hij er dan niet in. Dus het is nog niet helemaal verholpen. Maar goed, onder druk van Bouatou. Même si Steppe l'a fait un bel arrêt aussi. Ja, absoluut. Goed plat. Zeer goede redding van Kenny Steppe. We gaan het toch noteren als een zeer goede kans. En zoals ze zei, om er nog even op terug te komen, inderdaad, niet heel vaak komen er zeer goede aanvallende talenten. Het is toch heel vaak een middenvelder, een centrale verdediger. Denk aan de zeldzame gevallen als Romelu Lukaku en Jeremy Doku. Maar als ik eens goed nadenk, aanvallend, echt spitsen of echte pure wingers uit de neerpede, moeilijk. Alors, on voit l'occasion pour Amouzou. Si on pense à Antoine Colasin qui est sur le banc aujourd'hui, il jouait en tant que numéro 9, mais à la base, c'était pas un numéro 9. Donc, c'était lorsqu'il jouait, voici deux saisons de cela, Antoine Colasin, c'était un peu par défaut qu'il s'est retrouvé dans cette position-là. Goed begonnen wel tegen Club Brugge, onder andere, meteen een doelpunt gemaakt. Maar vorig seizoen toch uitgeleend aan Zulte Waregem, waar hij ook niet echt aan spelen toe kon. Messa toe. Actie met Refailov. Koffrier deze keer wel. Oula. Mooie actie van Mori Konaté was dat. Ja, toch een fout van hem ook. Maar, ik weet niet of hij het zelf besefte. Als dat wel zo is, is het een hele mooie actie van de centrale. Ja. We gaan een paar herhalingen nodig hebben om hier om van te bekomen, denk ik. Maar goed, wel een vrij schop dus voor Anderlecht. Refailov en Hashimeru staan klaar om de 32-jarige Kenny Steppe te verschalken. Of toch te proberen. Ah, ça c'est clairement un ballon pour Lio Refailov. Hein. Peut-être un peu trop loin du but. Gaat hem heel goed moeten aanschieten. Veel snelheid op die bal, maar ook snel laten vallen. Refailov over de muur en in het doel. Dat is de beste scenario. Goeie schot, maar ook die bal viel dus niet snel genoeg. Metertje over. Maar toch Anderlecht de meest aanvallende intenties duidelijk gemaakt in de eerste 25 minuten. Ja, dat is klaar. Een barre door. Een strikte manier nu aan te doen. Voor match tranquille pour le portier Anderlechtois. Le dégagement de Step avec un ballon là qui a été touché par Bruce. Ça finit en touche avec le jeune Ferrara de l'autre côté. Sous le regard attentif de Vincent Kompany. Konaté. Probeert binnendoor, die had Filipov zien lopen, maar Hashimeru zit ertussen en hier is Amouzou. Koffrier zit hem op de hielen, dat moeten we mee oppassen. Toch goed uitgespeeld nu, Dauda aan de achterlijn tegen Lavallée. De voorzet in de handen van Kenny Steppe. Koffrier hield zich in, voor één keer. Comme quoi, il peut aussi le faire proprement. Ja,
Popov. Nu kaats met Konaté. Geen hoge druk nu bij Anderlecht. Laten het gebeuren. Het mag tot aan de middenlijn in het balbezit van Sint-Truiden zijn. Steppen. Olivier, on parlait des éléments offensifs côté Anderlechtois. Mohamed Daouda a très peu joué la saison passée, mais il avait tout de même marqué de ce fameux classico et la victoire d'Anderlecht en but à 3 au standard. C'était à la fin du mois de février. Inderdaad, een mooie wedstrijd voor de Anderlecht van die 3-1 zege tegen Standaard. Maar dat is ook het enige doelpunt van Mohamed Daouda. Hij heeft déjà 23 ans, hein, tout de même. We kennen hem al even. De Anderlecht van kent inderdaad Mohamed Daouda al even. Is naar Nederland uitgeweken af en toe. Vorig jaar dan toch mogen blijven om toch af en toe als doublure te fungeren van Lucas Mecha. Maar heeft toch niet ook vorig seizoen toch zijn stempel kunnen drukken. Ferrara. Nu bal terug naar De Bast. De zeer jonge rechterflank daar eigenlijk met centraal De Bast en op de rechtsback Ferrara. Chimero. No look pass naar Wesley Hoed. Ferrara. Zeer sterke bal, geen buitenspel met Daouda aan de rechterkant. Vlap sluit aan, Refailov ook. Hier komt de bal naar Amoussou. Daar had toch zijn hoofd tegen gemoeten. Refailov in de herneming. Dat heeft hem nog timing, hè, Olivier. Voor Amoussou. Absoluut. Goed schot van Messatou, kijk eens. Pas mal, il ose, il y a du culot. Chez ce joueur, on l'a directement compris. Non seulement il se projette vers l'avant lorsque c'est possible, et puis là, il tente carrément sa chance. Neemt inderdaad zijn kans. En het is een naam die we gaan opschrijven. Geen buitenspel inderdaad, omdat daar onder andere Bouatou toch wat stond te slapen. Ook Kofrier was eerder naar Amoussou aan het kijken dan wat er vooraan aan het gebeuren was. Maar inderdaad, timing. En deze knal. Voilà, de trainer le jouait, mais pour moi il y avait une faute. Hein, là, ballon récupéré entre temps par le Sporting d'Anderlecht avec Refailov qui donne en direction de Vla. Est-ce que ça passe ou pas? Oui. Ja, doordat ze elkaar in de weg liepen. Allez, Refailov pour un petit gris-gris. C'est pas mal ça, le centre. Amoussou, un peu trop court. Allez, deuxième chance tout de même pour le Sporting. Et Amoussou avec Messatou. Anderlecht qui s'installe très clairement là dans la dernière partie territoriale de Saint-Tron. Anderlecht qui a mis le pied sur le ballon hein, depuis le début de cette rencontre, bientôt une demi-heure. Et pas mal de points intéressants déjà à souligner, je l'imagine aussi pour Vincent Compagnie. On a parlé de la prestation de Messatou. Il y a un excellent août derrière. Aussi, et forcément, bah, le but ce sera de monter en puissance hein, pour le Sporting d'Anderlecht qui, on le rappelle, débutera sa saison dans un mois face à l'Union Saint-Gilloise. Ça sera le derby, hein. Ça sera le match que tout Bruxelles voudra voir, ça, face aux hommes de Felice Mazzu. Meteen het vuur inderdaad in die Brusselse derby hein, tegen Union. De nieuwkomers in 1A mogen zich meteen meten tegen Anderlecht. Dat is toch een pittige. Zeker als je ziet hoe Anderlecht hier toch tegen een andere eerste klasser duidelijk de bal opeist, al 1-0 voor staat en een zeer mooi voetbal op de band brengt. En inderdaad, met de man die we hier onder andere zien, Leo Refailov, maar ook de zeer jonge linksachter Nayel Messatou. Dat is toch de naam die ik voorlopig bovenaan het lijstje zet van uitblinkers. Ondanks het doelpunt van Amoussou. En hier de bal in De Bast. Ook een paar goede flankwissels al gezien. Op dat vlak te vergelijken met bijvoorbeeld een Toby Alderweireld. Heeft dat ook. Zo'n hele goede strakke paas. Dit was nu een iets mindere. Oh, on lui souhaite la même trajectoire que Toby Alderweireld. Hein. Oh, c'est magnifique. Dat zou fantastisch zijn. Et à propos de début de saison, donc Saint-Tron, pour sa part, affrontera la Gantoise lors de la journée inaugurale. Figurez-vous que ça avait déjà été le cas l'année dernière. Donc on prend les mêmes et on recommence. Hein, un petit Saint-Tron la Gantoise pour débuter la saison. Là, il y a une faute hein, de Marco Cana qui y allait très clairement et qui, il faut bien le reconnaître, il est allé un peu trop fort. Yeah. Au petit
controle van Durkin, kreeg niet veel tijd van de Anderlecht middenvelder. Hier is Kakache, goed achteruit. Van Dessel en Durkin, je kaats. Lavallée wil aan de linkerkant blijven, nu met Kakache. Konaté binnendoor, Ferrara stapt daaruit en hier is plot een kans, de tackle van Hoed en gaan we de bal binnenkrijgen op de paal. En nu de penalty. Très très bien arbitré. Ja, eigenlijk wel. Bien arbitré de la part de monsieur de Kramer qui laisse la phase terminer et qui finit par intervenir. Durkin hier. Ja hoor. Eerst nog wou je kijken wat Filipov met die bal kon. En dat deed hij heel goed, de Oekraïner. In de draai, goed tegen de paal, maar eigenlijk uiteindelijk toch de penalty. Allez, Pelé Mboyo pour tirer ça. Et pour le louper, ouais, l'arrêt de Bart Verbrugge. Que de nonchalance là dans cet essai de Pelé Mboyo. On a connu bien plus précis dans cet exercice. Par contre. Un petit mot sur Hoed. Autant on a vanté ses mérites, ses relances et sa présence là derrière. Là, cette faute me semble totalement inutile. Hein. Il s'est jeté beaucoup trop rapidement. C'est inderdaad onoordeelkundig van Wesley Hoed om daar de penalty fout te maken. En maar gelukkig toch met niet al te veel erg. En zijn landgenoot in doel. Wel heel goed naar de hoek ging. Was niet inderdaad fantastisch getrapt. Maar het is dan nog de kunst om naar de juiste hoek te duiken als doelman. Koffrier. Speelt enkel met zijn rechter. Even overleg nu met, of buiten uw beeld dan toch, met Bouatou. Over wat daar moet gebeuren, want er is niet echt veel aanbod voor Koffrier om... in de aanvallende opzichten te gaan. Filipov zit daar eigenlijk bijna weggestoken. En aan deze kant, Bruls centraal. Hier is niet veel te doen. Voor Koffrier buiten de bal dus opnieuw terug te spelen naar Bouatou. Saint-Tron qui va un peu mieux dans ce match. Trentaine de minutes, je dirais, assez compliqué. Dommage pour les Étudionnaires d'avoir laissé passer cette chance et ce pénalty loupé là par Pelé Mboyo. Die bal is buiten en hier nog eens de herhaling. Te centraal, maar goed gepakt ook door Bart Verbrugge. Zal hem ook wel vertrouwen geven. We weten ook dat Hendrik van Krombrugge stilaan klaar wordt gestoomd om toch eigenlijk al bij al, mogen we toch eerlijk zijn, hem vooraan te schuiven als eerste doelman van Anderlecht. Maar Bart Verbrugge toch duidelijk ook dat hij doelman 2 is. Ook al gaan we Colin Kozemans ook straks te zien krijgen in de tweede helft. Ça ouais, fera du bien aussi à toute la défense anderlechtoise de retrouver un patron dans les buts après les soucis de santé de Van Krombrugge l'année dernière. N'oublions pas que la doublure allemande, Lennreuther, n'avait quand même pas marqué les esprits positivement. Et donc, ce retour dans les buts, ça va probablement être un gage de sécurité, de stabilité pour l'effectif Anderlechtois avec un garçon qui a suffisamment prouvé ces dernières années, qui faisait partie des meilleurs, qui fait d'ailleurs partie des meilleurs gardiens en Belgique. Absolute. En met hem in toe kan je ook wel stellen dat Anderlecht een zeer goede verdediging heeft. Met Hoed, met Murillo op rechtsachter in principe. Zet daar nog een Delcroix of De Bast naast. Of Cobout eventueel. En op linksachter Mikhailichenko. En dan zijn er niet veel verdedigingen in België die beter doen. Volgen met Kakache. Heeft uitgelegd. Door Durkin. Kakache geraakt niet voorbij Vlap. En ook omdat de Nederlander een fout heeft gemaakt. Ce voit de loin, cette faute de Vlap. Qui a tendu le bras. Even vastgehouden dus. En Bruls staat klaar voor een indraaiende vrije trap.
Iedereen kiest een mannetje in de box. Wordt Bruns of Van Dessel? Het is Van Dessel die hem naar de eerste paal brengt. Daar bijna de kans. Verbrugge was geklopt, maar Marco Cana, sterk gezien hoor, om daar zijn voet tegen te zetten. Ouais, cette situation délicate hein, du côté d'Anderlecht. Cana, il a bien fait d'intervenir parce qu'il y avait du monde à Wesley Hood. Il est aussi là pour diriger cette défense sur ce type de phase. Alors ça va venir avec le temps, hein, forcément. C'est pas en 36 minutes sur le premier match que tout va être réglé d'entrée de jeu. Oh là, le but! Le but de Pelé Mboyo. Ouais, ouais. Pelé Mboyo qui se rachète de son pénalty loupé là, de tout à l'heure. Pelé Mboyo qui va chercher l'égalisation avec cette tête. Het was de hoekschop van Stan Van Dessel aan de eerste paal. Eigenlijk geen goede hoekschop, maar iedereen verrast door de intentie. Door een soort van duik te maken naar de eerste paal. Of naar de eerste zone van een Mboyo. En zo verschalkt hij iedereen. Vier man in het paars. En dan Bart Verbrugge zelf ook nog. Die er door verrast waren. Je ne jamais rentrer, Olivier. Nee. Désolé, là, Chimérou, il doit dégager. Absoluut. Je hebt tijd genoeg om daar je voet nog tegen te zetten. De verrassing mag er niet zijn. En dit is eigenlijk jammer voor Anderlecht. À quoi ça sert finalement de mettre un homme au poteau si il ne dégage pas le ballon? Ça ne va pas plaire à Vincent Kompany's, là. Dat is inderdaad de logica zelf dat die persoon niet staat te slapen. En dat was nu wel het geval. Hashimeru. Best dat hij meteen toont dat hij wel wakker is. Kana. Anderlecht is toch een beetje ingezakt sinds dat half uur. Met onder andere die penalty en dan deze goal erbij. Flap, geen goede pass. Het ging vooruit en de bal van Flap ging eerder achteruit. Het is met een gelukje dat Anderlecht hier in balbezit komt, uiteindelijk. Beetje comedy capers, maar we zijn er met Hashimeru en Refailov. Onder druk van Filipov, toch Refailov. Sterk gedaan, maar de pas minder goed. Ouais, on a bien compris l'idée hein, de la part de l'Israélien qui a parlé toute sa classe là dans un premier temps. Tente d'aller chercher Amouzou sans succès. Ah, c'est clair qu'un garçon comme Nmecha va manquer dans les prochaines semaines. Hein, et tant qu'Anderlecht n'aura pas investi sur un véritable numéro 9, ça sera l'un des points de discussion des prochaines semaines. Inderdaad, wellicht het punt waar de meeste fluo-stift inkt al over gevloeid is op het bureau van Peter Verbeke. Wie wordt de vervanger van Lucas Nmecha? Bruls staat klaar voor een vrij schop, terwijl Kompany bepaalde dingen anders zou willen zien. Het is vooral Flap die instructies krijgt, duidelijk. Bruls. Ferrara weggehaald in de voeten van Kakache. We spelen met de voorzet van een Mboyo, weggewerkt door Kana. Konaté wil geen problemen veroorzaken en speelt dan maar terug bij Lavallée. Dauda, goed ingeschat dat hij daar moest op inspelen. Verlies. Eigenlijk omdat Marco Kana onder druk die bal wel kwijtspeelde, maar Hashimeru had misschien daar iets meer mee kunnen doen dan hem laten lopen. Anderlecht rentre un peu dans le rang. Là. Fin de première période un peu plus délicate pour les hommes de Vincent Kompany. Même si en face, David Sartre propose plus depuis quelques minutes aussi avec ce long ballon qui finalement est récupéré sans trop de soucis par Verbrugge avec Hashimeru. Amouzou pour se proposer à son tour sur la gauche. Et une énième faute. Monsieur De Kramer, franchement. Je trouve personnellement bah, que ça fait maintenant un bon bout de temps qu'il a dépassé les limites, hein, notre ami Coffrier. Ja, absoluut. Is het niet een gele kaart, dan wel een waarschuwing en misschien een herinnering aan het feit dat dit een oefenwedstrijd is en dat zulke fouten die eigenlijk
te gemeen zijn voor een vriendschappelijke wedstrijd echt niet horen. Goed. Chimero nu iets meer in de lagere rol die eerst Marco Cana in het begin van de wedstrijd innam. Compagnie heeft duidelijk gezegd dat daar een wissel mag gebeuren. En dat Cana iets hoger zal staan en dat Chimero tussen de centrale verdediging zal spelen. Best dat toe. Klein foutje en dat is ook gezien door Wesley de Kramer. We gaan hem onthouden. Nayel Messatou voor de buiten uw beeld trouwens. Een pass van 3-4 meter naar Caufrier. Maar Messatou, zoals ik dus zeg, we gaan hem onthouden. In de volgende oefenmatch gaan we hem ook wellicht nog aan het werk zien. Het zijn zijn laatste wedstrijd, minuten van vandaag, samen met alle andere spelers die op het veld staan in het buitenland. Zeker en vast. Kenny! Kenny Stepp qui prend tout son temps dans cette fin de première période. Sapron qui est revenu dans le coup via Paulo et Boyo. Égalisation sur fin d'arrêtée. Jonathan Boitou. Long ballon. Boitou. C'est par le Portugal aussi, c'est vrai que c'est un garçon qui a engrangé pas mal d'expérience tout au long de sa carrière. Petit Ferrara là, qui est parti côté droit. Vlap vient à la rescousse avec Bauda, Cana. Sporting Anderlecht qui fait tourner côté gauche maintenant avec Messatou. Messatou pour tenter dans l'axe. Sans compter sur la vigilance des Trudonnaires et notamment le petit Van Dessel qui revient bien, hein, lui qui a été blessé pendant de nombreux mois l'année dernière. Je me souviens de son retour, c'était face au Sporting de Charleroi. Petit format très 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 vif qui est un joueur de qualité assurément. Ja, terwijl we het daarnet inderdaad hadden over de ervaring bij Sint-Truiden, is dat een van de zeldzame jongere spelers die inderdaad zeer sterk aan de bak kan komen. Stan van Dessel. C'est toujours évident de s'y retrouver hein, dans le projet de Saint-Rouen avec les actionnaires japonais, le changement d'entraîneur maintenant aussi. Peter Mas qui est parti au Père Scott, c'est le Père Scott qui a choisi de relancer Mas. On se souvient quand même que Saint-Rouen, aussi l'année dernière, a quand même connu une saison très très compliquée. Et donc, Aubert Scott, c'en est terminé pour Will Steele qui a déjà rebondi lui au stade de Reims, figurez-vous. Donc T2. De hele carousel inderdaad van trainers is geëindigd. Et pour les joueurs, c'est pas terminé, hein, parce que le mercato. Hier is Vlap trouwens. En Lefailov gaat hij scoren. Nee hoor. Très belle séquence, Olivier. Zeker en vast. Het was Anderlecht dat eindelijk op het einde van de eerste helft toch nog eens kon piepen met Amuzu. Goeie actie, inspeelpaas op Vlap, heel goed gevonden. Vlap met een klein gelukje voorbij Boitou en het schot van Refailov. Ja, dat scheelt een 20 à 30 centimeter. Maar een hele goede kans voor Anderlecht en bijna dus 2-1. Maar het zal de eerste helft afsluiten met een 1-1 gelijkspel. Daar ziet het er wel naar uit. Oui, match plaisant et on va avoir droit donc à un autre match dans un quart d'heure avec a priori donc 11 nouveaux joueurs. On va déjà citer quelques noms qui devraient être sur la pelouse donc avec notamment Colin Kozemans, l'un des nouveaux joueurs. Hein, Anderlecht, il y a Chris Lokeza, Siben De Waal, Antoine Colassin, Nils De Wild, Loïc Machaud, Alonso Engwanda, Théo Léoni, Simeon Miché, Lucas Tassin et Mohamed Bouchouari, ça c'est ce qu'on nous a annoncé. On verra si Vincent Kompany va changer d'avis ou pas. Ik denk het niet. Ik denk dat hij wel genoeg heeft gezien van deze 45 minuten en deze 11 spelers in die 45 minuten om er in de tweede helft 11 andere namen op te gooien. 1-0 dus was het door Amuzu. De penalty van een Boyo was ook een hoogtepunt in deze wedstrijd.
gesaved door Verbrugge. Maar Van Boyo kon Verbrugge dan toch verschalken met die korte corner. En dan gaan we straks kijken wat er in de tweede helft gebeurt. Tot zometeen. Het nieuwe shirt van Anderlecht dus, dat u wellicht ook binnenkort in de winkel zal kunnen verkrijgen. Misschien in de maat die zwangere Guy aan had. Dat zag er mij toch een beetje oversized uit, maar wel leuk dat hij onder andere in die clip voor het nieuwe wedstrijdshirt van Anderlecht zal uitkomen. Hier zit wat leeftijd bij elkaar, in de sportjournalistiek zelfs, met Wouter van den Hout en Alain Konings. En ook Mark Koeken in overleg over wat ze hebben gezien in de eerste helft. Tussen Anderlecht en Sint-Truiden. Oui, pas mal de choses à dire, hein. Franchement, c'était sympa. On attend la deuxième période avec impatience. First day, really quick, ready for tomorrow. Ik ben Mathieu en ik kom van Brussel. Ik zit in de W12. W12. Vanaf het begin, wanneer ik in de metro zit en ik kom naar hier, metro is vol, iedereen is gek, boksen, alles. Gewoon om de sfeer in te zetten dat Brussel er is en dat wij er zijn. Als de spelers op veld komen, wordt iedereen gek. Anouar, Kylian, Mario. Ik vind het de beste afloop. Dofus, hè. Dofus, je laat volgend jaar als dat terug open is, je laat direct. Ik ga ervan genieten als ik er terug ga zijn. Listen up. First of all, please welcome a new player, Wesley. Round of applause. So, like with every player here, I wish you all the best. I wish for you to achieve all your goals and ambitions over here. The second thing, boys, quality from the start, all the way throughout, okay? Let's go. Right. Yes, guys.
let him go! I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a sixth sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. Ik heb wel het gevoel dat ik nog niet alles heb laten zien wat ik kan. Een verdediger dat er staat, die verdedigend zijn werk doet. Hard werken, alles geven. Ja, no nonsense, zonder te veel show. Gewoon op het veld bikkelhard zijn. Ik ben een groot supporter van Anderlecht, enfin groot. Pas par la taille, hein, parce que ça, je suis petit, mais grand de cœur. Je suis au milieu, en tribune d'honneur, une place en or, bien au milieu. Je vois bien tout le match, je vois bien tous les joueurs, je vois bien les entraîneurs, enfin voilà. Ben Vincent, c'est un vrai Bruxellois. Il est comme moi, quoi, un vrai qui aime sa ville. Moi, mon métier, c'est de vendre des frites, et lui, le football, il connaît ça mieux que n'importe qui. Il sait bien que les supporters d'Anderlecht, on veut du beau foot. À la télévision, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas l'ambiance, on n'a pas le ressenti, on n'a pas les odeurs, on n'a pas l'atmosphère. Quelques biches, voilà, ça c'est le foot. Mais bon, ça reviendra. Nu nog niet, maar dat is wel.
Welkom terug in Heerpede voor de tweede helft van Anderlecht tegen Sint-Truiden. Het staat 1-1, dat weet u wellicht als u de eerste helft heeft bekeken. Met doelpunten van Francis Amouzou voor Anderlecht en Pele Mboyo voor Sint-Truiden. Een evenwichtige partij met het eerste half uur voor Anderlecht. Het laatste kwartier dan eerder toch met aanvallende intenties en impulsen van Sint-Truiden. En nu in de tweede helft een hele andere ploeg voor Anderlecht. Oui, une autre équipe pour Anderlecht, c'est ce qui était prévu. On va voir ce que ça va donner dans quelques instants. Par contre, à Saint-Tron, visiblement, il y a moins de changements. Il y a moins de changements. Il y a quand même toute une partie du groupe qui était titularisé tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a que trois changements. Ja. Onder andere hier Wolke Janssen. Ja. Avec l'un des assistants de leur back, Wolke Janssen. Donc c'est pour la défense. Hein. Ja. Il y aura du changement peut-être. Je regarde Boitou et toujours là. Balongo, denk ik, staat er ook in te komen. Man met nummer 30, als ik me niet vergis. Ouais, Nelson Balongo, l'ancien Standardmen. Nog even wachten op de paars witten. Ah, ça fait toujours partie du jeu aussi, hein, dans ce type de rencontre, avec plein de changements. C'est un bon exercice pour les commentateurs. Ja, zeker en vast. Wij worden ook op de proef gesteld in deze wedstrijd. Met veel jong geweld in de tweede helft. En we hadden het er net nog over met onze collega hier van PlaySports. We hebben, of toch hij en ik althans, drie van de volgende 11 spelers bij Anderlecht al echt live zien spelen. En dan denken we aan Colin Kozemans, Sieben de Waele en Antoine Colassin. Voor de rest is het echt uit de pool van de jeugd van Neerpede. Daaruit wordt gevist voor de tweede helft vandaag. En allemaal, wordt ons toch gezegd, door de trainers hier ter plekke zeer grote talenten. Ouais, très bien, ça fait partie du jeu. Des découvertes dans quelques instants. Alors qu'on change de gardien aussi à Saint-Tron avec Daniel Schmidt qui sera dans les buts. Puisque vous voyez Step d'aller rejoindre la tonnelle. Il manque plus qu'un petit barbecue là en fait. Ja, wel, inderdaad, zo'n party tent, dat doet toch denken aan, aan nog een gezellig tafel. En wie weet dat ze blijft staan en dat Sint-Truiden hier in het Brusselse vanavond een leuk feestje organiseert als teambuilding. Maar dan zal het toch eerst nog na 45 minuten tegen Anderlecht te spelen zijn. Terwijl Vincent Kompany duidelijk een lange tactische bespreking aan het houden is van die tweede helft. Hoe die zou moeten verlopen, wachten wij af. Net als deze jonge heren van de U21-ploeg die niet geselecteerd zijn voor deze wedstrijd. Die zitten toch ook graag te kijken naar deze pot voetbal. En daar zijn ze. Met de nieuwe doelman dus. Voorop Colin Kozemans en Antoine Colassin, die terug is van Zultenwaregem. Sieben de Waele is aanvoerder, dat heb ik ook nog net gezien. Ja, dat is juist. Confirmation aussi de la montée au jeu à Saint-Tron de Mathias Delorge. Okay. Numéro 66. Donc 4 changements à Saint-Tron, manifestement. Et à Anderlecht, 11 changements, ni plus ni moins. Et une toute nouvelle équipe. Et donc 8 joueurs. Qui vont se montrer pour la première fois avec le noyau A du Sporting d'Anderlecht. C'est un grand jour, quoi qu'il arrive pour eux. Absolute. Et il faut saisir sa chance hein, lorsqu'on la reçoit, comme l'a fait d'ailleurs en première période Nayel Mezatou, qui est l'une des satisfactions. Ja. Het zou mooi zijn als er nog zo lichtpunten kunnen ontstaan in deze tweede helft met Lucas Stassin, die klaar staat voor de aftrap te nemen. De nummer 9, zoon van Stefan. Ah, on nous en dit le plus grand bien de Lucas Stassin. Absoluut. Bien Stefan Stassin, évidemment, hein, en tant que défenseur. Mais le fils, lui, est un numéro 9. Lucas Stassin, qui
qui a de la profondeur. C'est pas forcément un dribbleur, hein, on le considère comme un pivot. Il a signé un contrat de 3 ans et il partira aussi en stage aux Pays-Bas, a priori Lucas. On va voir. Hein. En tout cas, lui, il porte le numéro 76 là devant et à ses côtés, on retrouve Antoine Colasin qui fait déjà figure d'ancien. Ja, eigenlijk wel. Als je bekijkt inderdaad van gemiddelde leeftijd, als we de doelman ter naast de beschouwing laten, kunnen we echt wel zeggen dat Antoine Colasin een van de ouderdomsdekens is van deze 11 Anderlecht, of de 10 veldspelers bij Anderlecht. De man met het meeste aantal minuten in de Pro League en ook sowieso het meeste aantal doelpunten. Hij heeft toch wel een paar gemaakt voor hij dan een seizoen naar Zulte-Waregem ging. C'est Théo Léoni là qui est en possession du ballon, un des plus âgés tout de même puisque lui c'est un 2000. Théo qui a toujours joué en 10 chez les jeunes, qui là joue un peu plus bas dans le jeu. Il a prolongé au Sporting il y a peu de temps de cela. Et a priori, il devrait encadrer les plus jeunes encore avec le nouveau coach néerlandais de l'équipe espoir, Robin Veltman. Klopt, inderdaad, een verleden bij Ajax ook voor Veltman. Onder andere coach van de U15 geweest bij Ajax. En dus nu coach van de U21 in opvolging van Craig Bellamy, die doorgeschoven is als assistent van de A-ploeg bij Paarswit. Echt een schatting daar. Ja, maar Koeken buiten nu beeld de bal proberen te controleren. En dat lukt hem. Wel, laat ons zeggen, we zijn blij dat er andere 11 op het veld staan in het Paarse truitje. Bon, c'est Mohamed Bouchouari qui va effectuer la touche. Bouchouari, ça lui dit quelque chose. Absoluut. Dat is de neef, het neefje van Hakim Bouchouari. De kenners van het Belgische voetbal hebben nu al een belletje horen rinkelen. Een man met een verleden bij Lokeren, maar vooral dan bij Standaard eigenlijk. Hè. Ouais, Mohamed Bouchouari qui était à Anderlecht chez les jeunes, qui était parti, figurez-vous, au Grand Duché du Luxembourg à Dudelange. À l'époque de Emilio Ferreira, il avait joué notamment des matchs de Coupe d'Europe hein, avec le club luxembourgeois, c'était avec Antoine Bernier aussi. Et il est revenu au Sporting, il a reçu un contrat l'année dernière. Et voilà encore un garçon qui pourrait faire même partie du noyau de temps en temps. On verra ce que ça donnera. Surnommé Bush, à chacun son surnom, hein. C'est le surnom de Bouchouari. Ah d'accord, ok. Soms moet je het niet verder gaan zoeken, voor een bijnaam. Volgen hier met Bouchouari dus. In spelen op Colasin, die goed uitgestapt is, maar wel balverlies leidt aan Konaté. Hij heeft het zelf ook weer rechtgezet. De Walen met de rust aan de bal en de bal gaat naar Théo Léoni. Inderdaad, zoals dit zei Mathieu, een laadbloeier. Maar toch wordt er nog steeds wel in hem geloofd. Ook al is hij 21 natuurlijk. En hier is de bal. Hier is Tassin. Misschien maar voor een eerste doelpunt meteen. Lucas Tassin gaat die scoren. Naast. Heel nipt hoor. Dit was een hele goede kans voor Lucas Tassin. Schmidt was geklopt. Et puis il y a une connexion aussi hein, entre Colasin qui a fait quand même une grosse partie du boulot, qui parvient à aller chercher la profondeur pour Lucas Tassin. Ah, ça aurait été le début idéal hein, si ce ballon va au fond. En attendant, on voit déjà que le garçon sait ce qu'il a à faire. Et, on va voir, hein, c'est pas pouvoir confirmer ou pas, mais... Le diepgang was duidelijk. Exactement, et je me permets aussi d'insister sur Colasin qui doit absolument, cette année-ci, franchir un palier, parce que son prêt à Zulte-Waregem au Gaverbeek n'est certainement pas une réussite, mais... C'est inderdaad zaak om opnieuw te bevestigen wat we in de eerste wedstrijden onder van Colasin in het Anderlecht-truitje hebben gezien. En dat was zeer veelbelovend, maar door de komst van een matcha werd er hem toch niet veel minuten beloofd. En dus dan maar een uitleenbeurt aan de ploeg van Frankie Dury bij Zulte-Waregem, maar dat pakte heel anders uit. Goed gespeeld hier van Niels de Wilde. En hier de Walen. Van Masco. Ouais, et Masco qui est donc un grand toit.
défense centrale composée à gauche par Lioni et à droite par Masco. En in principe is Masco onder andere er een back, geen centrale verdediger. Maar toch vandaag bij gebrek aan veel meer andere centrale verdedigers. Toch meer centraal. En dan ook Leoni, eigenlijk niet typische centrale verdediger. Of toch, dat is wat ons verteld werd. Dat hij er een rangetje hoger is. Een 6 of een 8 zelfs. In de posities. Maar ook vandaag dus depaneren, als het ware. Op de centerback. Omdat Vincent Kompany daar nu geen tijd meer voor heeft. Dus. C'est Van Dessel, qui a donné ce coup de poing. C'est récupéré par Jonathan Boitou, oui. Au duel avec Bouchouari. Voilà encore le joueur qui repasse par l'arrière. Avec le petit Van Dessel et Schmidt, non. On connaît depuis un bon bout de temps hein, maintenant en tant que gardien de sa trompe, Kozmans. Qui a aussi pas mal d'expérience, hein, c'est aussi pour ça qu'un Bolek est allé le chercher pour finalement accompagner l'ensemble du groupe, hein, un garçon qui a déjà fait pas mal de clubs en Belgique, hein, Colin Kozmans. Ja, onder andere Club Brugge. Dat zal toch een beetje wringen voor de diehard Anderlecht supporter, maar in het hedendaagse voetbal gebeurt dat wel vaker. En het leidt er alleen maar in zijn voordeel dat hij hier met volle goesting aan dit project bij Anderlecht is begonnen. Komt van Gent. De speelpaas. Goed gedaan door Niels de Wilde. Excusez-moi, mais Kozmans qui a dû connaître Rafaïlov. Absoluut, ook wel. Lucas Tassin afleggen, daar is Niels de Wilde toch nog met een gekraakt schot. Wel een hoekschop ook. Ja, daar waren ze plots in de back of in de box. Sorry. Colassin en Tassin, allebei hebben ze de bal geraakt door deze pass van Bouchouari. Heel goede bal hoor. Op Boitou. Tassin afleggen, Colassin was helemaal verrast. En de corner met Niels de Wilde. Bien positionné, hein. Tassin, malheureusement pour lui, Boitou est sur la trajectoire du ballon. Coup de poing qui est botté par De Wilde. Avec une récupération de l'autre côté. Bouchouari. Et Kozmas qui balance de l'autre côté vers De Wilde. Est-ce qu'il peut sauver ça? Ah non. Was goed gezien. De Wilde maakte duidelijk aanstalten. Riep een paar keer Colin, Colin. En Kozemans had daar wel zin in. Het is geen slechte pas. Er zat veel goede bedoelingen achter, maar net niet goed genoeg. Iets te snel, iets te hoog ook, om die meteen onder controle te krijgen voor Niels de Wilde. Iedereen let niet op. Voilà. En dan kan het toch naar Stan van Dessel gaan, die een duidelijke afspraak had gemaakt met Schmidt. Toch weer de bal bij Anderlecht. Proprement ça. Et Masco peut repartir avec Mohamed Bouchouari. On n'a pas encore parlé d'Alonso Nguanda, numéro 65, qui joue donc en tant que milieu récupérateur hein, dans cette deuxième période. Et puis de l'autre côté, on n'oublie pas non plus Chris Lokeza. Il y a des noms. On ne connaît pas, il faut s'habituer à ces nouveaux noms, Olivier. Het is een beetje wennen. Moet je het toe durven geven. Maar fijn natuurlijk om door middel van deze oefenpartijen, hier zijn ze allebei samen in beeld trouwens, Nguanda en Lokeza, om die heren eens te leren kennen. Hè. We horen er alleen maar goede dingen van. Ouais, faute de Lokeza. Lokeza, qui vient de Genk. Hein. Mm-hmm. 2004. Ik moet zeggen, door al deze geboortejaren te zien, voel ik mij meer en meer een oude man. Ook al ben ik nog maar eind de 20. Masco. Goed onder druk van twee truienaars. En hij komt daar nog goed uit ook.
Een worp voor Bouchouari. De stations zijn allemaal ingenomen. De bal gaat toch naar De Wilde. De goede kaats met Bouchouari, maar dat is eigenlijk in de voeten van Konaté. Geen fout van Stassin. Is goed gezien. Durkin naar Van Dessel. De goede voorzet, maar Kozemans. Het leek een goede voorzet toen hij vertrok. Goeie bal. Colassin moet lopen. Is duidelijk sneller dan Bouatou. Al is nog niet buiten. Foutje. Ja. Fysiquement, c'est quelque chose. Jonathan Bouatou. Se lever tôt pour le bouger. Zeker ook als Max Coffrier zich erbij komt moeien. Mag Colassin nog genoeg body hebben. Dat is moeilijk om van die twee een duel te winnen. Ouais, c'est aussi le challenge pour pas mal de garçons du côté d'Anderlecht, hein, présent sur cette pelouse. On sent clairement qu'ils ne sont pas non plus totalement formés footballistiquement et physiquement. Et donc le challenge est parfois difficile. Il y a un déséquilibre physique quand on voit certains joueurs de Saint-Tron qui sont impressionnants là. Niet alleen ervaring tussen de lijnen, maar ook in de gym of in de fitness. Met de gewichten en de halters, dat is duidelijk. Bouchouari, haalt hij die bal? Goed gespeeld hoor. Stassin, foutje van Stassin, ja. Lavallée is sluw genoeg om zijn hand even te zetten, maar het trekken aan het truitje van Stassin, dat was dan van een mindere ervaring getuigend. On ne le voyait pas à l'image là, mais on assiste à une discussion entre deux anciens de la Gantoise. Franck Boux, qui fait partie du staff Anderlechtois, et Pelé Mboyo se sont retrouvés. Dat was mooi trouwens, ondertussen, van Colin Kozemans. De andere doelman, terwijl inderdaad Mathieu hier probeert te volgen wat Petit Pelé Mboyo en Frank Boeks tegen elkaar zeggen, maar helaas heeft Mboyo een mondmasker op en kunnen we niet echt goed verstaan wat daar wordt gezegd. Niels De Wilde. Bouchouari goed ingeschoven. Tegenover hem Kakache. On avait bien compris de Bouchouari qui a voulu joindre Colassin. Emparé de ce ballon sans aucun souci. Moins de rythme, c'était attendu par la force des choses. Un nouveau match, tout simplement, qui a débuté depuis un petit quart d'heure maintenant. Une wedstrijd qui, eigenlijk, ook met dezelfde stand ongeveer toch begint. Oula. En dit is gevaarlijk. Niet de eerste keer van Colin Kozemans, maar het lukt altijd wel. Voor de doelman van Paarswit. Daarnet ook die borstcontrole, dat was toch ook met heel veel vertrouwen gedaan. Het is een joueur particulier, een gardien particulier, qui avait marqué, souvenez-vous, il y a quelques années de cela, Moucron, il avait marqué un but de plein jeu. Et il avait expliqué à l'interview d'après-match que techniquement, il a toujours été doué. Ancien joueur de mini-foot, Colin Kozemans. Dan zit er inderdaad veel techniek in zijn voeten. En dan is dat inderdaad een mooie aanwinst voor Anderlecht om als vervanger te dienen. Met iemand die ook, wat toch belangrijk is in moderne voetbal, modern en aanvallend kan meedenken. En aanvallend voetballend kan meedenken. Hier is Lucas Stassin. De Wilde loopt naar de eerste paal, tweede zone voor Colassin. Daar niemand van Anderlecht, wel nog steeds het gevaar omdat Bouatou die bal niet goed inschatte. Het is de tweede keer al dat ze daar wegschuiven. Bij Sint-Truiden geen fout van Masco. Mooi gedaan, Lokeza. Foutje nu wel. Van Mori Konaté. Je pense que c'était bien Lokeza. En fait, on a Lokeza dans l'axe et sur la gauche, c'est Simeon Miché. C'est bien ça. Ik doe mijn best om ze allemaal te leren kennen. Très bien, vous le faites très bien. Maar het is inderdaad niet makkelijk, ook met de rugnummers die naar alle kanten opschieten. Met in de 70, in de 80, soms in de 60. De
tijd van 1 tot 11 is verleden tijd. En donc le vétéran. Ja, Colassin, Antoine Colassin. Va tirer ce coup franc. Dat is weinig gevaarlijk. Ça manque un peu de conviction là de la part du Jean Bloutois. Absoluut. Allez, encore un peu des changements, Olivier. Pour compliquer andere... encore un peu les choses. Ik zie onder andere Steve de Ridder, die klaar staat. Dat is pas een ouderdomse teken. Speelde onder andere bij Gent. Maar nu toch al een paar jaar werkzaam bij Sint-Truiden, ex-Lokeren. Ook in Kopenhagen gespeeld. Bij Nice, bij Standaar. Bij Rennes. Bolton ook onder andere. En echte globetrotter. Die ook nog in Aalst heeft gespeeld. En nu dus in Sint-Truiden. Fameux parcours. En ook bij het bescheiden Vigor Wuitershammer. Vous avez été complet. Ik ben afkomstig van Hammer. Ah, c'est pour ça. Dus een vermelding van het provincieclubje. Toch in een mooiere periode dan toen. Toen tweede klasse voilà. Van het Belgische voetbal. Si vous avez encore des messages personnels à faire passer, c'est le moment. Het is oké. En Gwanda, goede kaats. Chouari, ja, dat ging wel mooi. Onder druk nogthans, sterk gespeeld. En dat zal het natuurlijk ook zijn. Deze jongens kennen elkaar allemaal. Ouais, exactement. Il y a plein de joueurs aussi qui ont prolongé leur contrat au Sporting Anderlecht. On nous dit aussi beaucoup de bonnes choses en ce qui concerne Julien Duranville, hein, qui lui n'a que 15 ans et qui a lui aussi signé un contrat pour le Sporting d'Anderlecht. Il y avait pas mal de sollicitations. Mais retenez ce nom. A priori, Duranville, ce ne sera pas pour cette année-ci. Peut-être pas encore pour l'année prochaine, mais dans les trois ans, l'objectif est d'en faire un joueur à part entière au sein de l'équipe première du Sporting d'Anderlecht. Ja, er zijn inderdaad nog wel wat namen die hier zitten aan te komen, mensen die we hier nog niet zien. Denk ook aan een Rayan Bounida. Oui, lui aussi, hein, c'est un ongelooflijk talent. On va voir sur YouTube notamment les petites vidéos de ce joueur. Maintenant, ja. On sait aussi que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Hein. À Anderlecht, on a connu des cracks chez les jeunes, mais qui n'ont jamais pu percer par la suite. Le gros exemple, l'exemple qui me vient directement en tête, c'est Charlie Mussonda. Exact, un nom que j'ai aussi in mijn hoofd had. Nog steeds onder contract bij Chelsea. Maar dat ziet er moeilijk uit voor de jonge Belg. Geteisterd door blessures. Het zit hem ook echt niet mee. Die hier volgen. Mooie actie. Maar de laatste pas. Die was minder. Travail de la part des formateurs ici à Anderlecht. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer le départ de Mohamed Ouabi qui après plus de 15 ans ici au Sporting Anderlecht, je pense que c'est même 18 ans au total, a choisi de relever un nouveau défi. C'était une tête bien connue à Nerped, hein. Les meilleurs sont passés sous ses ordres. On pense à Yuri Tillemans, Leander de Donker, beaucoup de jeunes Anderlechtois sont passés dans les différentes équipes de Mohamed Ouabi. Ben c'est vrai que si ces jeunes sont là, c'est aussi parce qu'il y a ces formateurs qui travaillent au quotidien avec eux. Absoluut, een heel bekende naam hier in de gebouwen van Neerpede. Maar nu niet meer. Toch niet meer aanwezig. En Gwanda. En Loïc Masco naar Pouchouari. De voorzitter uit is moeilijk. En dus het voordeel van een doelman die weet hoe hij meevoetballen moet, is dat hij daar staat. De Manuel Neuer van Anderlecht. Le palmarès en moi.
De Wilde. Foutje van de Ridder. Lassin wil het snel doen. En dat lukt niet, omdat de Ridder de ervaring en de sluwheid combineerde en ervoor ging staan. En zo het tempo even uit die aanval. Leonie. Naar Alonso en Gwanda. Sieben Wale teruggekeerd na een Nederlandse avontuur. Waar hij niet al te veel heeft gespeeld bij Heerenveen. Oui, on l'avait perdu un peu de vue. Il faut bien le reconnaître, Sylvain De Waal. Il y a encore trois autres joueurs qui font partie du noyau élargi aujourd'hui. Mais qui visiblement ne vont pas recevoir du temps de jeu. Il y a Isaac Kiesetelli de retour. Ça fait quand même aussi longtemps qu'on n'avait plus vraiment eu de nouvelles. Hein. Mais... Isaac Kiesetelli qui avait marqué un but en Coupe d'Europe à l'époque face à Saint-Pétersbourg. C'est net. Comme me le rappelait mon confrère Romain Van Der Pleun. Et on n'oublie pas non plus Mario Struikens qui est là, hein, dans le groupe. Misschien ook een van de grotere talenten hier, terwijl Lavallée een goede kans uit het doel ranselde. Maar inderdaad, Mario Struikens misschien straks ook nog even in beeld. Staat toch op onze wedstrijdfiche, samen met Tellin. Ah ben voilà Stéphane Stassin, là, à la gauche de l'image. À la gauche, c'est le papa van Luca, de man in de spits. Eerst nog even de schoenen goed trekken. Tegenwoordig zijn dat geen schoenen meer met veters, dus we moeten niet wachten tot er een knoop is gelegd in de veters. Het is een beetje goed trekken wat Niels de Wilde daar moet doen. Alvorens hij de hoekschop met zijn rechter mag nemen. Een indraaiende hoekschop dus allicht. Goed naar de tweede paal gebracht. Foutje. Dat is niet de eerste keer dat Wesley de Kramer daar zeer gevoelig aan is. Aan duwen en trekken in de 16. Ouais, avec la sortie de Hoek. Ja, c'est que sur ce type de phase arrêté, en vrai, t'as perdu de la taille. Moet er wat meer geduwd en getrokken worden. En dat is de doelman, of de scheidsrechter, sorry, niet ontgaan. Terwijl mij ook nu opvalt dat daar de videoanalisten van Anderlecht ook aanwezig zijn met een drone boven het veld. Dus er wordt aan alles gedacht, zelfs in deze wedstrijd, om de tactische analyse na de match te maken. Een soort van tactical camera boven het veld. Excellente remarque, hein, Olivier. C'est vrai qu'il y a tout un staff là, qui travaille autour de Vincent Kompany. Il y a pas mal de mouvements aussi, puisque Jonas De Roeck n'est plus au Sporting d'Anderlecht depuis quelques semaines maintenant. C'est que la Fructose était partie aussi en cours de saison. Il y a du changement, il y a du mouvement avec pas mal d'étrangers aussi qui font partie désormais du staff. Aaron Banks, onder andere, of Danks, sorry. En lui, une gele carte, hein, toch. Ouais, Bouchouari qui prend le carton et Coffrier, lui, n'a toujours rien pris. Ja. Bizarre. Ouais. On voit la faute. Wel terecht, je pense hoor. Que le carton est mérité. Ja, mais, zeker vast. Pour l'ensemble de son œuvre, Coffrier aurait mérité aussi un carton depuis un bon bout de temps. De vrijschop met de Ridder. Hoofdstam van Dessel. Door het knie van Dessel. Goeie bal hoor, goeie bal. Oh là, c'était super bien frappé. C'est une énorme occasion pour Saint-Truc. Zeer goede voorzet, maar een minder goede afwerking. Dat is zeer jammer voor Sint-Truiden. Kozemans was alert. C'était Mathias Delorge. Delorge, inderdaad, ja. Nummer 66. Nu is het Nguanda die tussen de verdedigers... Dat is met een gelukje. Zeer onorthodox. Ja, het is toch een corner. Hij heeft hem toch aangeraakt volgens de Kramer. Het Mindombe is de naam van deze jongeman. We hebben arrosé la pelouse pendant la mi-temps. En il en est la victime. Maar niet de eerste keer daarachteraan. Dat centrale duo is al een paar keer
op een uitschuiver betrapt. Ze hebben misschien toch andere schoenen mee en zouden die dan toch nog moeten wisselen. Maar goed, de hoekschop opnieuw met Niels de Wilde. Van de heren die een profcontract heeft getekend bij RSCA. Geen al de beste. Dat zag er niet al te best uit. Zo heeft natuurlijk Sint-Truiden in de eerste helft gescoord met een veel te korte corner, maar deze was nog te kort om er echt iets van te maken. David Mindombe. Compagnie met duidelijke aanwijzingen om de Wilde zeker te laten jagen op de verdedigers van Sint-Truiden. Goeie bal van Mosco. Kijk eens. Wel goed opgelost door Lavallée, maar goed gespeeld. C'est comme Doha là qui a touché en dernier de ce ballon. Oula, on sait qu'il va commettre la faute. Colassin, il n'en est rien. On peut repartir calmement. Coffrier fait sauter côté droit. Alors il y a une prise à deux là et mise par récupérer le ballon des jeunes dans les toits avec Théo Léoni. Pas pour longtemps, ça sort. De goede actie wel van Léoni, maar dan de opvolging niet zo. Bernd Hollerbach heeft zich even rechtgezet. On aura donc deux entraîneurs allemands cette saison. Puisque Eupen a aussi un coach allemand depuis quelques semaines. Un peu le point d'interrogation hein, quant à l'avenir de ce club. Enfin, curieux de voir comment ça va se passer. C'est vrai qu'il y a pas mal de supputations avec les Qataris qui se sont retirés. Et, bah, oui, on a envie de voir aussi ce que Bernd Hollerbach va pouvoir apporter à cette équipe. De Saint-Tron, une équipe qui a quand même du mal à se stabiliser ces deux, trois dernières années. Absoluut. Ondanks wel een aantal goede voetballers, maar die zijn er, ja, die grote lichtpunten zijn er nu vandaag niet bij. Ik denk aan een Suzuki. Dat zou een zeker en vast en zou een van de manieren moeten zijn hoe er financiële draagkracht kan gemaakt worden bij Sint-Truiden door Suzuki op termijn voor meerdere miljoenen te verkopen. Léoni. Constant coachende compagnie is niet tevreden met wat hij ziet ook. Een paar keer dat toch de lichaamstaal verraadt dat het anders zou moeten. De Walen met ruimte. En dan maar de lange bal nog eens. Lokeza loopt goed mee. De bal is bij Miché. Achterlijn gehaald door Miché. Goede tackle van Coffier. Daar is Stassin. Die had iets moois in gedachten. En hier toch nog de bal nog bij Anderlecht. Colassin dan het schot. En Bouchouari nog in de herneming nu. Met de linker goed voorgezet. Ja, was moeilijker. Was moeilijker. Maar een goede redding van Schmidt ook wel. Ja, belle situation là pour le Sporting d'Anderlecht. La frappe d'Antoine Colassin. Et Anderlecht, il y a quand même eu des situations intéressantes en seconde période. Je pense à Stassin tout à l'heure. Maintenant Colassin. Même si ça vient quand même. Ça vient vraiment sur Schmidt. Pas trop de soucis non plus pour le dernier rempart Trudonneur. Derrider, opnieuw op die positie tussen de verdedigers in. Even zoeken we nu naar een opening voor de Limburgers. Ze houden goed de paslijnen. Afgesloten bij Anderlecht en dat resulteert in deze inworp. Finalement très peu de matchs hein, quand on regarde un peu le programme que vous nous avez donné tout à l'heure, ja. Olivier. Je le rappelle, au stand la semaine prochaine, il y aura AZ Alkmaar le 10 juillet et puis l'Ajax le 16 juillet.
est loin le temps où Anderlecht enchaînait des matchs amicaux tous les 3 jours. Maintenant, on a 4 matchs du côté d'Anderlecht et puis le championnat débute. Het zal misschien ook wel te maken hebben met dat er ja, door het vorige seizoen dat boordevol wedstrijden zat door corona en alles werd een beetje uitgesteld en sommigen moeten ook terugkeren van vakantie of internationale verplichtingen. Murillo bijvoorbeeld. Ik denk dat hij bijvoorbeeld meedoet aan de Copa America, als ik me niet vergis. Zulke namen. Het zal misschien nodig zijn om niet al te veel op te souperen in die voorbereiding. Ook omdat de Conference League er ook al bij komt, heel snel in het seizoen. Exactement, ça c'est une bonne remarque. Et en même temps, Anderlecht choisit directement des opposants de qualité, directement des équipes soit de D1, soit de top niveau aux Pays-Bas, là où d'autres clubs choisissent volontairement de jouer face à des formations un peu plus modestes. Par exemple, Saint-Trond avait déjà joué un match amical il y a quelques jours. Ja, inderdaad, tegen Berg en Dal en ook tegen Zepperen hebben ze ook al gespeeld. En om dan meteen de switch te maken op Anderlecht, het contrast kan groot zijn. Maar ze houden toch voorlopig goed stand. Met nog een kwartier te spelen staat het nog steeds 1-1. Die wedstrijden tegen Zepperen en Bergendal die werden gewonnen met een grotere afstand. Is het alleen een match? Nee. Nee. Ik weet wel dat het 1-4 was tegen Bergendal. Onder andere doelpunten van Steukers, Mboyo, Konaté en Kostjes voor Sint-Truiden. Allez, un boyau. Des seuls, là, pour donner ça, ouais. En deuxième. Il est goed gebracht. En deuxième poteau, pardon. Je vous ai interrompu sur un boyau. Wel ja, een boyau heeft ook vandaag gescoord. En heeft dus ook al in een paar wedstrijden zijn waarde bevestigd voor Sint-Truiden. En hier een goed schot en een goede redding van Kozemans. Op de vervanger van een boyau. Balongo was het. Die in de rug opdook van de jonge Anderlecht-verdediging. Leoni en Masco waren verrast, maar Kozemans vraagt nu ook nog eens om rust. Was paraat. Oui, il fait le job hein, là derrière Kozemans, lui qui quand même connu des moments délicats à la Gantoise. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il avait un peu disparu de la circulation. Ouais, ça c'est toujours dommage de gaspiller une situation comme celle-là, ce coup de coin. Qui sort directement. Ja, een slechte inspeelpaas of een slechte voorzet van Van Dessel. Masco. Met de ruimte. Bouchouari. Bouch. Ah, voilà. Voilà. J'ai rien inventé. Hein. Nee. Ik beweer niks. Leoni. Ah, geen goede inspeelpaas, de Walen zetten terecht. No-look pass van Van Dessel. Laat die bal nu opnieuw aan de Ridder, maar het gaat naar de andere kant. Tegen zijn zin hoor. Couffrier inspelen op Wolke Janssens. Bal buiten. Simeon Miché, donc à l'image. Simi vient de Charleroi, figurez-vous. Ailier. Toujours été surclassé malgré sa petite taille. Il a commencé à grandir il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, lorsqu'il était en U18. En 2002, donc, Miché. Daar zat de Wilde net bij, maar ook weer niet. Bouchouari, sterke tackle hoor. En ook nog het balvoordeel voor Anderlecht. Dat pakt helemaal goed uit. Voor Mohamed Bouchouari, die net als in de eerste helft Messatou opnieuw op een backpositie een zeer goede indruk maakt. Op dat vlak zit het wel snor. Et qu'en pense cet homme? C'est ça aussi la question. Hein. On sait que Vincent Kompany a envie de donner de la chance aux jeunes. Il y en a encore pas mal d'ailleurs qui espèrent
faire partie encore du lot. Il y a aussi un certain Joseph Nongue qui était annoncé, qui n'est pas là aujourd'hui, qui lui n'est qu'un 2005. On va les chercher vraiment de plus en plus jeunes hein, au Sporting. Onder andere hier met Stassin, een van de grootste voorbeelden daarvan. Maar geraakt niet bij de bal. Takache, dan toch maar proberen. Kakache die met alle respect voor hem nogal vrij verrassend in een punt had gekregen in de gouden schoen stemming. Dus iemand met een Sint-Truidens hart heeft toch een punt gegeven aan de linksachter van Sint-Truiden. Dat is toch een beetje verrassend voor Liberato Kakache, waar nu de fout op gemaakt wordt door Niels de Wilde. Krijgen we nog een wissel. Terwijl de Wilde toch ook duidelijk richting aangeeft en leiderschap toont. Het is Coffrier die naar de kant gaat. Dus toch geen gele kaart voor Max Coffrier. Alors, qui est ce jeune joueur qui le remplace? C'est votre mission, Olivier, de nous dire qui est ce jeune joueur qui monte au jeu. On va vous le dire dans quelques instants, si je ne m'abuse. Dat zou Jarne Steukers moeten zijn. Voilà, Jarne Steukers. Man die ook al een paar keer heeft gespeeld in die twee voorbereidingsmatchen en ook gescoord tegen Bergendal. Een beloftevolle aanvaller. Ballongo, afgelegd. Ouais. Pas mal fait ça, de l'autre côté avec Simeon Miché. Et la Vallée, lui, sans souci pour donner à Schmidt. Durkin. En Mindombe. Met nog bijna 7 minuten. En wat daar dan nog bij komt, wie weet. C'est peut-être le moment, Olivier, de tirer quelques enseignements, notamment de la première période, côté Anderlechtois, parce que c'est la première fois qu'on a vu les nouveaux, ja. À savoir Oud, à savoir Refailov, Hachimeru aussi, même si forcément ja. L'année dernière, bon, on avait déjà eu un bel aperçu de ses qualités. Oud, ja. Dans un premier temps, très bon, et puis fautif ja. Sur le pénalty, c'était assez surprenant. Un joueur avec autant d'expérience qui commet ce type d'erreur. Donc pour une première, on est un peu partagé. Ja, het is toch inderdaad een fout die met al zijn ervaring niet had verwacht. En hij gooide zich plots helemaal in die actie in de 16. Mais on sent très clairement qu'il y a cette présence, qu'il y a ce charisme. Il y a du body, hein. Ja. Il prend de la place et il va faire du bien aussi par son leadership. Absoluut. Un petit mot sur Refailov. Wel, op een hele andere positie dan hij natuurlijk gewend is geweest de voorbije jaren bij Antwerpen, heeft hij het zeer goed gedaan eigenlijk. Ik heb een paar kansen van hem genoteerd ook. En vooral een zeer goede samenwerking met de flanken, met Amuzu, met Hachimeru ook. Werd vaak gevonden, speelde soms ook op de 9, echt wel in de spits. Dus ook voor hem een zeer goed geslaagde generale, of toch gewoon een gewone repetitie. Ouais, et à confirmer évidemment dans les prochains matchs. Le prochain, ça sera donc pour le 2 juillet hein, ja. Face à Ostende. Et là aussi, ce match sera à suivre. Hein. Inderdaad, opnieuw op de kanalen van Anderlecht, Facebook Live en YouTube. Foutje, niet gefloten van Kakache. Maar ook Ostende, een zeer goede waardemeter. Een van de beter voetballende ploegen vorig seizoen in 1A. Il y a quand même pas mal de mouvements aussi à Ostende. Il faudra voir avec notamment, si je ne m'abuse, le départ de Gay. Il y a Yelle Bataille qui est ja, parti à Anvers. Dat is waar. Er is kwaliteit weg.
Maar de coach restte. Die is gebleven en dat is een heel belangrijke factor in die ploeg van Oostende. Leo Leoni met een duidelijke fout. Duwen en trekken met Ballongo. En nog wel eens een mooie plek voor een vrij schop voor Sint-Truiden. Dat was duidelijk. Maar allebei met het gebaar dat ze niet weten wat er aan het gebeuren was. In het nadeel van Leoni. Est-ce qu'il va y avoir un vainqueur dans ce match? Dan zal het in de komende minuten moeten gebeuren. Nog 4,5. De eerste kans op die overwinning is voor Sint-Truiden met deze vrij schop van Van Dessel, die een hele goede traptechniek heeft. Allez, c'est parti du gauche. Brengt hem. Deuxième zone. Bal blijft hangen. Toch nog het schot. En het is Durkin die de bal een meter of drie naast ziet gaan. Een serieuze afzwaaier. Maar toch weer gevaarlijk dat die bal daar blijft hangen in de box bij Anderlecht. Hoi. Zien we het hier. Met wat geluk toch weggekregen. Manque de taille, hein, tout de même, là, au niveau de la défense centrale anderlechtoise. Ja. Als je ziet naar Masco en naar Theo Leoni. Dat zijn inderdaad geen Zeno de Bast en Wesley Hoed van taille, van grootte dus. Maar dus inderdaad bij gebrek aan Elias Cobout. Om welke redenen is ons onduidelijk. Maar ook Hannes Delcroix is er in de tweede helft geen opportuniteit om echt centrale verdedigers. Mais on sera curieux de voir aussi comment ça va se passer pour le prochain match. Parce qu'il y aura de retour, assurément. On sait qu'un garçon comme Vursker n'était pas là. Parce qu'il a joué aussi avec l'équipe nationale de Jackie Mathijsen. Match au Kazakhstan. Au début du mois. Dans un match. Il a prolongé aussi Vursker. Hein, ja, absoluut. Heeft dan toch verlengd. Het heeft dan even geduurd. Ouais. Il a fallu le temps, mais il a donc bel et bien prolongé. Et ben, on verra la semaine prochaine si d'autres garçons qui ne sont pas là aujourd'hui feront partie de l'équipe, feront partie du groupe. Tegen Oostende, inderdaad. Dat zou dan toch moeten, dat die in de loop der dagen hun vakantie mogen afronden en hierop neerpeden. Zich in het zweet mogen komen werken. Goeie actie. Van Dessel, daar was het. Maar De Wilde raapt op. Inspeelpaas op Lokeza. Kaatsen met Nguanda. Sterk gespeeld hoor. Hier is Miché. Laatste minuten. Met nog eens Masco. En Bouchouari. Altijd helemaal tegen de lijn geplakt. Stassin proberen bereiken. Bouchouari. Stukvig van Kakache. Een beetje zijn eigen fout door daar zeer brusk de bal weg te komen trappen. Geen fout volgens Wesley de Kremer. Physiquement, Lucas Stassin, quand même, on voit qu'il a quelque chose. Je rappelle qu'il n'a eu 16 ans il y a quelques semaines à peine. Hein, donc, il va encore évoluer physiquement. Maar heeft een lengte alleszins al mee. Hola. Voorzet. Misschien nog Nguanda hier. Moeilijk. Toch nog eens Nguanda opnieuw. Alonso. Maar moeilijk nu. Met de bal toch naar achteren. Leoni. Lange bal misschien. Dat is geen slechte, maar ja. Iets te snel stilgevallen. Die gedreven paas van Leoni. En de laatste minuut die gaat bijna in. Van deze Anderlecht Sint-Truiden. Bon, c'est de l'expérience, hein, emmagasiné aussi pour tous ces jeunes joueurs dans un contexte différent. Il y avait peut-être pour certains des caméras de télévision qu'il n'y a jamais en temps normal. Il y avait aussi la présence de Wouter Vandenhout, de Mark Koop. On sait à quel point les jeunes sont importants aussi dans la nouvelle structure anderlechtoise. Et donc, voilà, ils ont dû sentir très clairement. Un peu plus de pression aujourd'hui. Ja, ook om tegen een ploeg te spelen, en vooral een type ploeg, die in eerste klasse A meedoet. Dat is die van Sint-Truiden, want niet al te veel jeugdspelers, vooral in de eerste helft. En echt wel een type elftal waar Hollerbach de eerste klasse mee zal starten voor Sint-Truiden. Dus dat ook is een manier om ervaring op te doen tegen de grote jongens, of toch tegen de stevige jongens van Sint-Truiden.
Foutje van de Walen. Nee. Ja, zo de laatste seconde. We gaan toch deze vrij schop nog krijgen, wordt snel genomen. De Kramer wil een standaardfase, dus met de muur. Kozemans vraagt om een muur. Die komt er met Stassin en Lokeza. Lokeza vraagt, moet ik er nu gaan staan of niet? Ja, toch wel. Twee man. Allez, la dernière occasion peut-être dans ce match avec De Ridder. De loin, ça passe au-dessus. Et on n'ira pas plus loin. En zo zijn we inderdaad. Die ging heel ver. Boven doel. Het was ook redelijk duidelijk van bij het begin van dat schot dat hij er een paar meter over ging gaan. En zo blijft Anderlecht Sint-Truiden. Na één helft spelen was het 1-1. En na twee helften ook nog steeds doelpunten van Amouzou en Mboyo. Exactement deux matchs différents. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu droit à quatre équipes différentes quasi aujourd'hui. Mais en tout cas, sympa de voir que la saison a débuté tant pour Anderlecht que pour Saint-Tron aussi. Hein, parce qu'avec tout le respect qu'on a pour les deux premières équipes que les Trudeneurs avaient affrontées aujourd'hui, c'était une première tendance qu'on parvient déjà à délivrer après. Quelques minutes, 90 minutes, oui, où on a vu les nouveaux côté Anderlechtois, on a vu des bonnes choses, on a vu des moins bonnes choses aussi. Et ben, on va se donner rendez-vous, Olivier, la semaine prochaine, hein, le 2 juillet, ça va filer. Dans une semaine, pile poil, Anderlecht jouera face à Ostend, toujours à Neerpede. Opnieuw op Neerpede, hier inderdaad tegen de mannen van Alexander Blessin. Ook opnieuw te volgen via Facebook Live en via je YouTube-kanaal. We hebben heel wat gezien, ook hier Craig Bellamy met nog wat aanwijzingen voor Bouchouari. Die moet er nog een paar dingen wijzer gemaakt worden. Maar Compagnie mag al wel tevreden zijn met deze 1-1. Ik denk dat wij ook tevreden zijn met onze wedstrijd die we hebben gezien. Olivier, merci. Voilà, inderdaad. Ik wou jou ook nog bedanken, Mathieu, voor je aanwezigheid hier. Voor jouw fijne collegaschap. En voor u, beste kijker, wens ik u een fijne dag nog en hoop ik u opnieuw te mogen begroeten volgende week tegen Oostende. Bedankt. Ciao.